via disney.nl/French4Change kon je jouw klas opgeven voor de Disney Friends for Change actie. Wie heeft het beste idee voor een schoner Nederland? Van alle inzendingen hebben we 4 scholen genomineerd die allemaal een goed idee hebben bedacht om zwerfafval tegen te gaan. Het Etty Hillesum Lyceum, locatie het Stormink uit Deventer, heeft zich opgegeven. Tijd dus voor een verrassingsbezoek. Volgens mij moet ik hier zijn in 306. Hallo, ik ben Levi. Is dit klas 1J? Ja. Jullie hebben jullie idee om zwerfafval tegen te gaan ingestuurd via de website disney.nl/friendsforchange. En ik kom jullie idee vandaag eens bekijken. Ik ga een beetje een grote inspectie houden waarbij ik gelet op originaliteit en uitvoering. En we gaan kijken of het zwerfafval ook echt verminderd wordt. Wat hebben jullie bedacht? Ja, vertel. Een snoeproute. Een snoeproute? Dat is zeg maar een route vanuit hier naar onze gymlocatie. En kinderen willen op die route zeg maar snoepen, drinken en zo. En dan staan er geen prullenbakken gegooid op de straat. Hey, hoe gaat het hier? Ja, je bent goed bezig, zie ik. Hey, vind je dat nou een goed idee? Ja. Waarom? Maar het is goed voor milieu, zo opruimen. Ja, hè? Dus nu ruimen we het op en gaan we hier een paar prullenbakken neerzetten. Kom op, man. We gaan even kijken. Wat hebben jullie nou gevonden, man? Een fietsie. Die hebben ze ook tijdens de gymroute opgegeten en aan de zijkant gegooid. Nou is het idee om hier prullenbakken neer te gaan zetten. Maar zie je dat dan voor je als losse prullenbakken of juist vaste prullenbakken die in de grond gaan of zo? Kan ook met net dat je erin kan gooien, die blikjes. En die blikvangers is natuurlijk een topplan. En denk je dat dit snel uitgevoerd kan worden? Ja, ik hoop het wel. En in de week gaan een paar leerlingen dan blikvangen schoonmaken en wat omheen ligt ook. Nou, ik vind het wel goed, want alles blijft dan wel een beetje schoon natuurlijk. Wat hebben jullie allemaal gepakt? Blikjes, pakjes, flessen. Maar het ziet er nu al aardig schoon uit, toch? Straks de beoordeling van de snoeproute, maar nu eerst de tip voor een schoner Nederland. Wist je dat het 20 tot 25 jaar duurt voordat kauwgom vergaat? Gooi je kauwgom dus niet zomaar op straat. En is er geen prullenbak in de buurt, stop het dan in een papiertje en gooi het later alsnog in een afvalbak. Hey, jullie snoeproute is een geweldig idee. Het is goed uit te voeren, ik vind het ook toch nog wel origineel. En het zorgt ook nog eens voor een hele goede team spirit. Dus wat dat betreft goed bezig. Nou, deze aflevering zal officieel bekeken worden door jurylid Rob Geus. Rob zal jullie snoeproute idee met de blikvangers en de prullenbakken beoordelen. En wie weet zie ik jullie dan terug op de finale dag aanstaande vrijdag. Jongens, dankjewel! Yeah! Wil je meer tips om ook bij te dragen aan een schone Nederland? Of wil je weten welke andere scholen er nog meer mee doen? Kijk dan op disney.nl/friendsforchange. En kijk morgen weer naar een nieuwe aflevering van Disney Friends for Change Reports. Doei doei!